is het een feest ook voor jullie, hè, vrijwilligers. Elk jaar, we hebben daar nu een gewoonte van gemaakt, dat we elk jaar de vrijwilligers in de bloemetjes zetten. Dat is altijd het laatste weekend van april. We nodigen alle vrijwilligers uit, zowel van de gemeente, de adviesraden, het OCMW, die daar heel veel vrijwilligers hebben, voor trusthuis, in minder mobiele centrale en noem maar op. En die mensen die zijn heel behulpzaam en wij willen hen een kleine attentie in wederdienst geven, zijnde dit feestje. Het is inderdaad het feest van de vrijwilligers en het OCMW heeft gelukkig zeer veel vrijwilligers, want die vervullen toch een zeer belangrijke taak bij ons. Er is een numerus clausus opgelegd van 5 per vereniging. Hoe komt dat? Wow, van trusthuis zijn hier meer vrijwilligers. Dus afhankelijk van de grootte van de groep vrijwilligers zijn er hier wel degelijk wat meer mensen. Maar naar verenigingen toe is dat inderdaad moeilijk van te bepalen. Van, ja, we moeten het een klein beetje praktisch kunnen organiseren. Dus hebben we inderdaad gezegd 5 per vereniging. Maar ik hoor daar eigenlijk niemand over klagen. Deze avond verwachten we eerst het ontvangst. We hebben niet echt een specifiek uur opgezet, dus mensen kunnen binnenkomen tussen 7 en 8. Vervolgens zal de burgemeester een toespraak geven, zal ook een woordje van dank richten aan de vrijwilligers. En vervolgens zal om 9 uur de Gizomband optreden. Het jong geweld van de Gizomband hebben ook nog meegedaan aan Junior Eurosong. En zij zullen de avond muzikaal begeleiden. Er zijn volgens Christel zijn er 265 inschrijvingen. Zijn er ook 265 pensen? Stukjes pensen. Ik twijfel er niet aan dat er genoeg pensen zijn.